Zaterdag 18 mei werd de klassieker Veenendaal-Veenendaal gereden. Met favorieten zoals vijfvoudig winnaar Groenewegen en Eritreër Keer Mee. Ook Martijn Budding, die in Veenendaal is opgegroeid, reed mee. Ik sprak met hem over zijn kansen in de wedstrijd. Op dit moment woon je in Rhenen, maar je komt uit Veenendaal. Is dit een fijne wedstrijd? Ja, zeker. Ik bedoel, ik heb het grote deel van mijn leven in Veenendaal gewoond. Dus, en uiteindelijk kom ik hier ook nog heel veel. Mijn ouders wonen hier nog. Hoop bekenden, dus het is altijd fijn terugkomen hier. Ja, terugkomen, maar je woont in Rhenen, dus je hebt het parcours dus goed kunnen verkennen. Heb je dat ook gedaan? Ja, nee, als ik de straat uitrijd, dan rijd ik in principe op het parcours. Dus ja, ik kom er elke dag en ik ken elk weggetje, hobbeltje. Gaat het je voordeel geven? Ja, misschien wel. Ik heb natuurlijk al deze wedstrijd al 5 keer gereden, dus het wordt de 6e keer volgens mij. Ja, 5e keer. Wat is nou echt het doel voor jou en voor jullie als team? Het staat niet veel wind. Ik denk niet dat het een hele lastige wedstrijd gaat worden. Dus we gaan proberen zo mooi mogelijke sprint te rijden hier waarschijnlijk. Dat wordt wel waarschijnlijk tegen een van de favorieten, Dylan Groenewegen. Ja. Zien jullie dat zitten? Ja, we zullen wel moeten. Ik bedoel, hij is inderdaad de grote favoriet vandaag, samen met toch een andere paar. Maar ja, we gaan er het beste van maken en we weten in ieder geval welk wiel we moeten hebben als we goed willen sprinten. Ja, wat gaat de tactiek worden? Gaat er iemand nog naar voren proberen te rijden? Ja, het zal vandaag normaal gezien wel voor mij zijn. Dus de jongens gaan we zo goed mogelijk helpen om zo ver mogelijk van voren in de laatste bocht te verschijnen. Ja. En vanaf daar is het sprinten voor wat je waard bent. Nou, heel veel succes en we spreken je hierna ook nog een keer. Ja, dankjewel. Nadat de koers van start was gegaan, sprak ik met deze fans die speciaal uit Eritrea naar Veenendaal waren gekomen om een grote held Keer Mee aan te moedigen. We zijn gewoon eigenlijk voor Binyam Keer Mee. Is hij voor jullie een belangrijke renner? Nou, zeker één van de helden. Wat moet hij doen om winnaar te worden? Moet hij de ploeg gaan uitdagen? Moet hij gaan sprinten? Nou ja, zijn pluspunt is gewoon sprinten. Dus hij moet gewoon eigenlijk zijn tijd wachten, op een goed moment gewoon eigenlijk naar voren komen. Al snel zette Pelo op de Grebbeberg de aanval in, gevolgd door Lemmers, Larsen, Van der Tuuk, Van Schip en Kroonen. De mannen weten bijna de hele koers hun voorsprong te behouden, maar worden tijdens de laatste paar kilometers weer ingehaald door het peloton. Dit zorgde voor een massasprint op de Kerkenwijk, waar uiteindelijk Kutmusta zijn eerste profzege pakt. Die Her tweede wordt en Groenewegen derde. Ik spreek met Kutmusta en daarna met Groenewegen. Yeah, it was a big victory and the only pro win I have so far, so it's really nice. Yeah, is it a really good job for you know? Yeah, it's really nice. The team did a really really good job the whole day. So when did you think this is my chance? I can win. When I was first after the last turn. I knew it was a good chance for me, so then it was just go full gas. Okay, what is next for you? I will do Ronde van Limburg with Christophe, so I hope we can get another win there. Het zou vandaag misschien de 6e keer worden. Hoe voelt het dat het net niet gelukt is? Ja, wel jammer. Ik ben altijd graag iemand die graag wint, zeker in Veenendaal. Het is wel een paar keer gelukt en vandaag gewoon net niet. Ja, net niet. Je zat niet in de kopgroep, maar wanneer was je toch uit de wurmer om bij de sprint te komen? Ja, het is gewoon wachten en wachten. En als ze terug worden gepakt, dan weet je dat het belangrijk is om een goede sprint te rijden. Want dat was vandaag gewoon net niet goed genoeg. Dus normaal gesproken worden ze wel teruggepakt, maar het was vandaag erg close. Ja, lag het ergens aan? Nee, ik denk ook gewoon een sterke vroege vlucht. En zo'n rondje is het altijd moeilijk. En 5 sterke renners, dan is het moeilijk om ze weer terug te pakken. Maar uiteindelijk lukte dat. En waren er gewoon 2 beter op het einde. En staat er nog veel op de planning? Iets wat je nu naar uitstrijft? Nee, ik zal iets minder gaan koersen dan de afgelopen jaren. Dus nu dan maandag nog, dan heel even trainingskamp, Slovenië nog, het kampioenschap nog en dan richting Tour de France. Als laatste kijk ik nog terug op de wedstrijd met oud-Veenendaler Martijn Budding. Hij eindigde op de 15e plek. Martijn, je hoopte bij de sprint te zitten. Is dat gelukt? Ja, ik zat in de sprint, alleen wel te ver. Te ver? Want hoe te ver? Je kwam er niet uit? Ik zat in principe wel op een gegeven moment in een goede positie. Alleen weet je, de snelheid is zo hoog en de chaos is zo groot. Dat op een gegeven moment dan komen ze van alle kanten. En voor je het weet zit je weer 20e. En dan komt die laatste bocht en dan zit je gewoon te ver. En dan kun je niks meer goed maken. Ja, maar probeer het dan nog wel om zo hoog mogelijk te komen. Ja, tuurlijk. Je probeert je maximale sprint nog te rijden. Alleen de snelheid is dan al zo hoog dat je er bijna niet meer voorbij komt. Alles hangt af van die laatste bocht en dan zat ik helaas te ver vandaag, dus dat is jammer. Ja, en hoe is de wedstrijd op zich gegaan voor het team? Want het is natuurlijk niet alleen die sprint geweest. Nee, inderdaad. We gokten op de sprint vandaag eigenlijk wel. Nou moet ik zeggen dat niet ideaal ging, maar verder lagen er ook niet.
heel veel kansen. Dan was er wel een goede kopgroep weg, die het lang volhield. Alleen ja, je ziet dat dit gewoon een echte sprinterskoers is. En als de sprinterploegen hun zinnen daarop hebben gezet, dan wordt het gewoon een sprint. Ja. Hadden jullie nog ideeën om er naartoe te rijden, naar die kopgroep? Nee, wij niet. Ik bedoel, we waren hier vandaag met 5 man. En het is niet aan ons om dat gat dicht te rijden. Daar zijn grotere ploegen voor. Zoals Wanti en Jayco. En die hebben dat ook gedaan. Oké. Hey, dankjewel. En hopelijk tot ziens in Veenendaal. Ja, zeker. Dankjewel.